Terwijl in vrijwel het hele land al geschaatst werd, vonden beoefenaars van de zomersport atletiek het wenselijk om in de besneeuwde bossen bij Eibergen zo hard als de omstandigheden maar toelieten rondjes te gaan lopen in de eerste officiële cross-country van dit jaar. Even leek het erop dat het nog een spannende finish zou worden. Maar toen Jos Hermans uit Nijmegen over de streep kwam, had hij bijna 45 seconden voorsprong. Zijn tijd over de 8 kilometer was 30 minuten en 1 achttiende seconde. Kinenisa Bekele. En eindelijk ook de bevrijding op zijn gezicht. Hij weet het. Hier is de overwinning in Hengelo. En hij duikt toch onder de 26-30 met 26-28-72. Ja, en dat is des te knapper. Op de motor Stefan Verheij, die in de buurt van Jos Hermans is. Jos, hoe gaat het tot dusver? Ja, super, super hard. Hè. Bedoel, we hebben een schema gezeten op zelfs 2-4 laag. Dus, maar ja, marathon is marathon. We moeten afwachten, 30-35, maar het gaat fantastisch. Laatste flesje nog een keer krijgt hij van Jos Hermans. De Ethiopiër Bekele, gebaard richting Jos Hermans. Hij heeft één drankflesje gemist. Ik denk dat we in Nederland heel trots mogen zijn op het circuit wat we ook hebben. Met een Dam tot Dam, met een aantal goede marathons. Rotterdam, Amsterdam, ook Eindhoven. En daar vlak erachter in Enschede en andere marathons. Dus ja, ook mogen 4 mijl in Groningen. Het zijn gewoon allemaal fantastische evenementen. Dus mogen we heel trots op zijn voor een klein landje. 400 meters to go. Let's bring him home. This is history unfolding on the streets of Vienna this morning. Listen at the noise. The crowd getting right behind him. He's pointing. Come on, he says. Eliud Kipchoge has the hand of history on his shoulder. Eliud Kipchoge, 140, the unofficial time. Oh, there's his wife. Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna. Kipchoge was right. No human is limited.